De volgende actuele vraag is van mevrouw Helga Stevens tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen in Brussel, over de toegankelijkheid van pretparken voor mensen met een handicap. En een actuele vraag van mevrouw Els de Wachter over het beleid voor personen met een handicap in pretparken. Mevrouw Stevens. Dag meneer de voorzitter, meneer de minister, beste collega's. Vorige week heb ik met grote verbazing vernomen van het feit dat Plopsaland beslist heeft om bepaalde personen, kinderen, volwassenen met een handicap, op systematische wijze, en ik benadruk dit, op systematische wijze uit te sluiten van een aantal attracties. Zij hebben dat gedaan door een nieuw reglement in te voeren voor alle pretparken onder hun bewind. Zij hebben hun beslissing onderbouwd en gewezen op de veiligheid van de personen met een handicap in het bijzonder en van iedereen in het algemeen. Nu ja, dat reglement is opgemaakt op basis van een lijst gemaakt op basis van een risicoanalyse in samenwerking met de keuringsinstanties. Nu, meneer de minister, beste collega's, er mag geen misverstand ontstaan. Vanuit de N-VA vinden wij het absoluut belangrijk dat de veiligheid gegarandeerd wordt en dat is ook een topprioriteit. Maar ik denk dat dit reglement een beetje een brug te ver is, omdat op basis van dat reglement kinderen en volwassenen met een handicap kunnen worden uitgesloten louter op basis van hun handicap op zich. Onder het mom van veiligheid. En er is totaal geen ruimte voor nuance voor de individuele redelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld, stel een persoon met een handicap is vergezeld van een begeleider, die valt daar niet onder. Dus, tja. Het is een heel moeilijk probleem, omdat veiligheid... En dus sluit de vraag. Dus de vraag is... Iedereen... We hebben hier een decreet gelijke kansen, gelijke behandeling. In dat decreet wordt er verboden om direct of indirect te discrimineren. Dus mijn vraag aan de heer minister is... Hoe denkt u dat dit reglement... samenvalt met dit decreet. Gelijke kansen en gelijke behandeling. Wat is uw visie hierop? Goed, mevrouw de Wachter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, ik ga niet herhalen wat collega Stevens heeft al heel duidelijk aangegeven wat het probleem op zich, betreft. Ik wil me daar vooral bij aansluiten en laat het zeer duidelijk zijn, de veiligheid is zeer belangrijk, hè, en dat we daar absoluut aandacht moeten aan besteden, net zoals risicobeheersing. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar ja, de berichtgeving heeft toch wel wat veroorzaakt. Verbazing alom, verbolgenheid zelfs, onzekerheid ook bij heel wat mensen van wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen. De seizoenen komen eraan van onder andere de pretparken. Hoe zit het met mijn gezin? Ga ik nog kunnen deelnemen of niet? Maar het gaat veel verder dan dat, meneer de minister, en ik ben blij dat u vandaag op deze vraag zal antwoorden als minister bevoegd voor gelijke kansen. En ik hoop ook echt dat u die bekommernis en die vraagstelling en het antwoord mee zal geven met al uw andere collega-ministers, want daar gaat het uiteraard om toegankelijkheid. En in dit dossier is het heel duidelijk, divers beleid rond die toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Want ik zou iedereen aanraden om eventjes te gaan kijken op alle sites van onze pretparken in Vlaanderen. En dan ga je merken dat er een heel enorm divers beleid is rond die toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En zoals de collega reeds aangeeft, ja, hoe ver ga je daarin? Hoe ga je dat bepalen dat iemand al dan niet in staat is om al dan niet een attractie te betreden? Dus het gaat veel verder dan dat. De toegankelijkheid moeten we eenduidige richtlijnen rond hebben naar mensen met een beperking toe. Niet alleen in de pretparken, maar in zijn algemeenheid is dit van belang. Vandaar concreet mijn vraag. Er is nu gebleken dat er een studie is uitgevoerd, en zoals collega Stevens zei, met een bepaalde firma om dan zogezegd de risicoanalyse te doen en vast te stellen wat kan of niet in dit bepaald pretpark. Nu, mijn oproep en vraag is vooral naar u, meneer de minister.
Hoe gaat u dit verder aanpakken? Is het niet het moment om in dit dossier, maar ook in andere, bijvoorbeeld het Vlaams Expertisecentrum, dat we ook wel allemaal kennen, dat dit kan ingeschakeld worden om eenduidige richtlijnen op te stellen, om die toegankelijkheid ook te verzekeren? Want dat is uiteraard de bekommernis van ieder. Minister Smeijer. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat iedereen, net zoals beide interpellanten, door de berichtgeving geschokken is, zeker als je een warm hart toedraait aan de inclusieve samenleving. Ik denk dat de vraagstelling ook getuigt van een genuanceerde benadering van het probleem. Ik denk dat we met z'n allen eens zijn dat wanneer het kan, dat mensen toegankelijk, ook in attractieparken, ook mensen met een beperking, is dat een mentale beperking, is het een fysische beperking, dat die daar toegang moeten krijgen. Maar we zijn met z'n allen ook eens dat er veiligheidsvoorwaarden kunnen gesteld worden, zeker wanneer, ondanks de technologie, er met een van die apparaten iets gebeurt, blijkt dat sommige apparaten toch een grote vorm van autonomie en zelfredzaamheid vereisen om op eigen kracht toch u veilig te kunnen stellen. Dus dat zijn beide principes die gelden en die afgewogen moeten worden. Ik lees in de brochure ook van Plopsaland dat zij zoveel mogelijk attracties toegankelijk willen maken. Dus het uitgangspunt van hun, denk ik, is goed. Het is ook goed dat ze daarover nagedacht hebben. Maar, en nu komt de maar, ik denk ook dat de algemene beperking tot toegang om iedereen die een fysische handicap heeft, of iemand die een visuele handicap heeft die niet kan zien, om die dofvies automatisch zonder enige nuancering uit te sluiten, dat dat inderdaad een brug te ver is. Daarom heb ik gevraagd aan mijn medewerkers van de dienst, van de dienstgelijke kansen, van de Vlaamse overheid, van de Vlaamse gemeenschap, om samen met de medewerkers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen op zeer korte termijn, en dat zal echt de komende dagen zijn, om met de directie van het pretpark te gaan samenzitten, om eventueel ook met anderen te gaan samenzitten, om te kijken of we dan al of niet samen met Enter al of niet richtlijnen moeten uitwerken. Hoe het nu geformuleerd is, lijkt mij op het eerste zicht het excessief te zijn. Dat wil zeggen dat het disproportioneel is. Ik wil mij nu nog niet ten gronde uitspreken, omdat ik het gesprek van gespecialiseerde mensen met hun wil afwachten, het rapport dan zal krijgen, en dan kijken hoe we aan die toegankelijkheid iets kunnen doen. Jullie hebben beide aangegeven dat het gaat om een evenwicht zoeken. Dat zal ook moeten gebeuren. Je kan niet iedereen zomaar uitsluiten, maar je kan wel om veiligheidsredenen beperkingen opleggen, net zoals zwangere vrouwen of mensen met een hartprobleem in bepaalde attracties niet mogen om gezondheidsredenen. Zo kan je dat ook om veiligheidsredenen vragen. Maar op dit moment, zoals het nu geformuleerd is, op het eerste zicht, na een marginale lectuur, lijkt het mij overdreven te zijn. Laat ons nu uitklaren en wat ik hoop, in overleg met de directies van de pretparken tot eenduidige afspraken te komen die dan ook meteen voor alle pretparken gelden, want mensen hebben ook recht op duidelijkheid. Mevrouw Stevens. Dank u wel, meneer de minister. Ik ben zeer blij dat u dit ook disproportioneel vindt, want de behandelingen, die voorschriften zijn inderdaad zeer sterk overdreven. Ik wil ook benadrukken dat blijkbaar, voor zover ik weet, en in het verleden nooit echt een probleem geweest is met personen met een handicap die in die pretparken rondliepen. Er waren wel eens wat twijfelgevallen, maar dit werd dan heel individueel bekeken en beoordeeld om een oplossing te vinden. Nu, natuurlijk is die oplossing niet altijd ideaal, maar zoals men nu bezig is door die reglementering zomaar personen uit te sluiten op basis van hun handicap is onaanvaardbaar. En ik ben heel blij dat u het initiatief heeft genomen om tot een gesprek te komen met de directie van het pretpark. En ik hoop echt dat er heel binnenkort inderdaad een nieuwe reglementering zal komen. En ik zal personen met handicap aanraden om zelf naar de rechtbank te stappen. En dan wil ik wel eens zien wat de rechtbank gaat zeggen. Goed. Maar als we dat moeten doen, verliest iedereen. En ik denk dat een bemiddelende oplossing de beste oplossing is voor iedereen. Houden we achter. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik wil u ook danken voor het antwoord. Ik denk dat u zelf ook aangegeven heeft, en dat is zeer belangrijk, denk ik, enerzijds het evenwicht vinden. Hè. We hebben het beklemtoond, veiligheid is zeer belangrijk, risicobeheersing. Maar de mensen willen vooral ook duidelijkheid, hè, van wat kunnen wij samen met ons gezin doen. En ja, we hopen uiteraard dat wat u ook voorstelt, dat we daar in zeer korte termijn, want ik zeg het seizoen komt er ook aan in dit dossier, dat we daar eenduidige richtlijnen kunnen samen vormgeven waar iedereen zich kan in vinden. Al diegenen die erbij betrokken is, want dat is wel belangrijk.
En dat we dat ook kunnen doortrekken. Zoals ik daar straks ook zei, dit gaat nu, dit is een gegeven dat ons kenbaar gemaakt is binnen de pretparken. Maar er zijn ook andere zaken. En als minister van Gelijke Kansen zou ik u echt willen vragen om dit ook aan uw collega's over te maken, om hier constant ook die aandacht aan te besteden. En laten we zeggen, laten we het positief bekijken en samen tot een oplossing vinden om zoveel mogelijk mensen en gezinnen samen te kunnen laten deelnemen aan zo'n leuke evenementen in plaats van uit te sluiten en te beperken. Vooral daar moeten we onze aandacht en onze energie kunnen insteken. Wie wens aan te sluiten? Meneer Caron. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, ik wil mij aansluiten bij uw woorden en die van de intervenanten. Vandaag met de beklemtoon een belangrijk dossier is. En ik wil ook vermijden dat het tot een soort van opbod komt tussen pretparken of vrije tijdsaanbieders. Hè. Het is merkwaardig, Bellewaerde, 40 kilometer van Plopsaland, die dan de dag nadien aankondigt dat er voor hen geen beperkingen zijn en geen limieten zijn. En er zijn er natuurlijk soms helaas wel onveiligheidsredenen. Anderzijds, je weet het ook uit de commissie, de discussie die we gehad hebben voor cultuurfestivals bijvoorbeeld. En de inzet van een organisatie als intro om daar de toegankelijkheid te verhogen. Dus mijn vraag is, ik zou pleiten dat de maximale toegankelijkheid voorstaan. Dat, u doet dat ook, daar ben ik van overtuigd. Maar dat we toch met z'n allen proberen af te spreken over wat we bedoelen met redelijke aanpassingen, zodat we de toegang voor zoveel mogelijk mensen met een handicap en wat voor vrije tijdsfeer dan ook, maximaal ook voor de sport en voor culturele festivals toegankelijk maken. Mevrouw Dillen. Dank u, voorzitter, collega's en heer de minister. Iedereen hier in dit half rond weet dat de inclusieve samenleving voor personen met een beperking, dat iets is dat onze fractie al jaar en dag verdedigt. Meestal in de commissie welzijn. Vandaag hebben wij hier in dit forum de gelegenheid om er met u over gedachten van te kunnen wisselen. Maar we moeten toch ook wel zeggen, veiligheid is bijzonder prioritair. Zeker voor personen met een beperking. En ik sluit me dan ook aan bij het pleidooi van collega De Wachter, dat ik ook heb mogen begrijpen dat u steunt, om te komen tot een dialoog met alle betrokken partijen om evenwichtige richtlijnen uit te werken die maximale toegankelijkheid waarborgen. Eén zaak, meneer de minister, heb ik van u niet vernomen. Ik ga ervan uit dat dat een vergetelheid is. Dat ook gebeurt samen met vertegenwoordigers van personen met een beperking. Want zij zijn het die het best weten op welke wijze die veiligheid kan worden ingevoerd. En tot u, collega Stevens, zou ik toch wel even willen zeggen dat uw dreiging om iedereen op te roepen naar de rechtbank te stappen, dat toch wel meer dan overdreven is. Ik denk niet dat dit probleem op die manier moet worden opgelost, maar wel in dialoog. En ik ben blij, meneer de minister, dat u dat erkent. Meneer Smet. Ja, dank u. Ja, ik denk dat mijn collega Stevens ook wel zal wachten totdat de bemiddeling iets oplevert, ja of nee, alvorens op te roepen. Dat blijkt ook uit de meldpunten die we hebben. Discriminatie, daar komen klachten binnen. Laat ons eerst die bemiddelende procedure, die dialoog, uiteraard ook met mensen met een beperking opnemen. Laat ons nu eerst met de directie gaan praten om goed inzicht te krijgen in beweegreden, in een motivatie, om dan met hun liefst in een gesprek samen voor alle pretparken tot een duidelijke afsprakennota te komen. Dat is de weg die we zullen bewandelen. En ik hoop, dat is een weg die heel vaak tot goede resultaten leidt. En ik denk dat we ook in deze materie tot een goed resultaat kunnen komen. Slotopmerking, mevrouw Stevens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil graag eventjes reageren op collega Dillen. Uiteraard heb ik dat gezegd als allerlaatste redmiddel. Omdat helaas het soms ook nodig is voor mensen met een handicap om hun rechten via juridische weg af te dwingen. Omdat er soms niemand luistert naar de smeekbeden die soms gesteld worden. Soms werkt ook een onderhandelende oplossing niet. En de allerlaatste stap is dan de rechtbank. Maar dat is echt wel de allerlaatste stap. Als alle andere pogingen tot onderhandeling naar een oplossing gefaald hebben. En dan moet je toch durven opkomen voor uw rechten. Van de Wachter. Ja, dank u wel. Nogmaals, ik denk één ding is duidelijk, meneer de minister. Het is hier een breed gedragen oproep die hier vandaag gelanceerd wordt. En we zullen dit blijven opvolgen, want zoals ik al zei, de pretparken stonden nu in de actualiteit, maar er zijn zoveel andere vlakken en dossiers waar we hetzelfde
moeten bewerkstelligen. En we zullen dit blijven opvolgen, we zullen er blijven voor strijden om die gelijke kansen ook op alle vlakken te realiseren. En vooral ook opvolgen wat de resultaten nu ook zullen zijn in dit dossier, zodat ook iedereen op zijn manier kan genieten van de zomerperiode. Dank u.